Het was een mooie zondag. En de renners van de Trappist groeten elkaar op het eerste wedstrijdje. Wat na een lange winter zijn aanvang had. En Marleen, wat gaat het worden dit jaar? Ja, hier, bij de gewoon vaak wegrijden en nooit meer in het peloton blijven bij de Trappist. Dit jaar? En een flikker aan. Ik rij elke keer gewoon weg na de ene laatste ronde. Maar, voordat Mark weggaat. Maar je hebt er al een. En ik heb al eentje gepakt zo bij Haas. Oh, je bent er goed bezig? Nou, wat echt goed. Wat was dat? In ieder geval 40 plus. Hè? Wat was dat, een peloton sprint? Een peloton sprint die ik zeg maar op het lief. Dus je reed alleen, kwam je alleen aan? Ja, met mijn handen zo omhoog. Ook dat nog? Ja. Jezus. Wat maakt nou een trappist een trappist? Dat is een goede vraag. Ik denk dat jij me dat beter kan beantwoorden dan ik, hè? Het is een allergische club. Allergische club, ja, maar reet. Ja, dat heb je wel. Allergische club. Ja. Yeah, right. Gaat het wat worden vandaag? Ik heb geen idee. Hoe goed zijn de benen? Voelen ze goed? Ja, redelijk. Oh, ik heb wel wat verwacht van je. Ja, ga dan maar even door zo, ja. En jouw benen, hoe staat het daarmee? Nou, ik ben geopereerd, hè. Kijk. Oh, wauw. Waarom ben je geopereerd? Trauma opgelopen en ik kon niet goed buigen, nog steeds niet. Hoe heb je dat opgelopen? Nou, ik ben gevallen met de fiets. Wanneer is dat gebeurd? 20 september 2010. Gewoon in de Lutmaastraat, Amsterdam. En toen liep ik de volgende dag nauwelijks. En... Maar hoe ben je terecht gekomen? Op je knie zelf? Denk het, ja. Ik kan me niet oh, dat weet je niet meer. Het seizoen is amper begonnen. Of er waren nog meer sterke verhalen van blessures. De zo gevreesde Den Ieper, oftewel het beest uit Friesland, had in de eerste koers van Amsterdam al zijn fiets gebroken en zijn kneuzen geript. Ik heb wel een beeld dat ik door de lucht tol en dat ik mijn fiets zag, dat ik het voorvork eraf zag breken. Ja, dat zei je. Oh, ja. Dat is nog wel een beeld. Oh, jee. En dacht, ik denk, oké, okay, die is kapot, dacht ik. Ja. Je zag mij niet, jij zag mij niet liggen in de baarmoederhouding daar beneden. Zo, Ik heb helemaal jou niet gezien. Gaat snel allemaal. Hè. Je hebt wel een mooi nieuw helm. Nee, oh. Ik heb helemaal geen schade. Zijn fiets is helemaal kapot, alleen mijn derrière was alleen verbogen. Ja, goed, ja, goed vanaf. Ja, alleen dus ja, over. Kan je even opname van je oog? Ja. Damn it. Dat is goed hoor. Ja. Ik kan het ook ophoepelen jongen, met die camera, dat intimiderende ding. Ik ben heel bijzonder agressief vanochtend. Gebruik het in de koers. Gebruik het gewoon lekker in de koers. Stellen van bed. Zwaving. Ja, oh ja, wat zei hij? Helemaal, we slaan helemaal in elkaar. Wat door. Zei hij? Of ik bij de B wou gaan rijden. Ik kreeg een heel warm ontvangtje. Denk, wat doet hij toch? Bert, ik hoorde dat je allemaal oneerbare voorstellen hebt gedaan aan aanrijders. Absoluut. Ja? Ja. Hoe ging dat? Nou ja, dat ging soms heel goed. En soms wat minder goed. Maar wat was het voorstel dan? Nou, of sommige aanrijders zich niet het B-peloton wilden versterken om daar de strijd wat heviger te maken. Ze wilden mij ook terugzetten naar de B. Nou, dat geeft 90 goede energie hoor. Ja? Ik ben los. Ja. Oh, je gaat bij de B's nu? Nee, dat je willen ze. Je weigert? Natuurlijk. Ik wil ze ook laten zien waarom. Dat is een verzoekje. Ik wil graag wel bij de B rijden. Ik wilde ze niet dwingen. Ik wil graag wel bij de B rijden. Ja, maar dat verzoek is wel weer aan een bepaalde selectie gedaan. Ben je er mee eens of niet? Nee, natuurlijk niet. Je blijft A? Ja, als je naar 50 euro schuift, dan valt het met mij over alles te praten. dat voelt hij gewoon niet aan, die jongen. Prima jongen verder hoor. Maar... Oké, okay, start. Eerste criterium. Nieuw seizoen. De A's graag hier vooraan verzamelen. Die rijden een uur en drie ronden. De B's starten achter na een minuut. En die rijden drie kwartier en drie ronden. Dag. Oké. Oh.
En kijk hier eens, Teun Veeke er vandoor gaan. Hij laat nu al zien dat hij goede benen heeft. En in de achtervolging Marlin, als ik het goed gezien heb. Maar hier is het peloton al veel bij elkaar. Teun houdt de benen even stil. Peter Giljam slaat aan. Bert Zwaving eveneens. Toch probeert hij weer met Bas in zijn wiel. Erik van de Heuvel en ook weer Bert Zwaving. De rest van de peloton loert een beetje. Kijk, en ook Leendert Pot probeert wat. Marlin in zijn wiel. Dit is een beeld wat nauwelijks te duiden is, behalve dat ik zie dat er 5 zijn weggegaan en 2 proberen nog aan te sluiten. En hier komt volgens mij, ja, hier hebben we de rest van het peloton. Dit lijkt op een breuk die is al ontstaan. Ja, inderdaad, hier komen de 5 aan, waaronder weer Teun Veeke. Als ik het goed zie, Marlin Burkunk, achter Teun Veeke zien we Bert Zwaving, Peter Giljam en Jan-Paul Vroom. We houden het camerastandpunt even vast, dames en heren. En ja, als we nu gaan tellen, kijk eens naar het beentempo. Dat is aanmerkelijk lager. Ja, hier moeten we echt goed gaan samenwerken. Willen ze nog kunnen bijhouden? Willen ze het kopgroepje kunnen terughalen? Maar hier, ziet hier, Teun Veeke voorop, Jan-Paul Vroom. Peter Giljam in laatste positie onderhoudt een zeer stevig beentempo en kijk eens naar het peloton, dat gaat aanmerkelijk langzaam. De voorsprong bedraagt nu ongeveer 20 seconden, 25 seconden. Hij zal in de loop van de koers oplopen naar meer dan 45 seconden. Ook hier weer Teun Veeke die de boel op sleeptouw neemt. Hey, Peter Giljam rijdt lek! Oh, wat sneu nou. Het ging zo goed. Klopt. Ik mag niet meer meedoen. Met z'n vieren gaan ze nog even door. Maar ze zien ook wel, gezien hun beentempo, dat het niet meer zo hard hoeft. Het peloton houdt het voor gezien. Ze laten het gaan. En ze likken hun wonden. Dit is dus de kopgroep van het B-peloton met wederom de sterke Mike Cooper. Die eigenlijk wel overmacht naar de aas. En dit is dan de bel voor de laatste ronde. En frappant genoeg heeft Peter Giljam zich weer aangesloten. Hij heeft een rondje respijt gekregen. En op een leenfiets probeert hij toch nog te gaan voor de overwinning. Ja, en hier consolideren zij. En kijk, hier. Teun Veeke voorop. In het wiel Marlin. Maar die wordt overklast door Bert Zwaving. En over Bert Zwaving gaat dan ook weer Peter Giljam. Teun Veeke met 5-6 fietslengtes voor. Ja, een sterke overwinning van Teun Veeke. Ja, genoeg suspense voor de kijkers thuis. Ja? Cameraman. Wat ging er mis? Te vroeg weggegaan. Het is gokken, hè, in het leven. Je hebt je niet gehouden aan je woord. Nee, klopt. Maar dit was een andere ontwikkeling van de koers. Oké. Teun was gewoon de sterkste, is ook de jongste, heeft die jeugd. Maar ik had eigenlijk in zijn wiel moeten blijven. Ja, dus op een gegeven moment kwam je. Maar dan kom je er ook niet langs, word je tweede. En dat wil je ook niet. Het was echt de dood of de gladio. Het werd de dood. Ja, cliché. Ja. Maar ik was wel...